In de Deurnse Peel werkt waterschap A en Maas aan het herstel van het hoogveen. Dat doen we door 940 hectare bestaande natuur te verbeteren en te zorgen voor 180 hectare nieuwe natte natuur. De zichtbare werkzaamheden starten in het voorjaar van 2021 en eind 2022 is het project gereed. Het is een Natura 2000, dus wil zeggen Europees beschermd gebied. Kenmerkend is dat hier vroeger de veenputten gegraven zijn. Hè. Soms 6, 7 meter diep werd er gegraven om dat veen eruit te halen. Dat werd gebruikt door de mensen om de kachel te stoken. Bij die ontgravingen zijn er ook ondoorlaatbare lagen doorgestoken. De Peel is een badkuip. Alleen de badkuip is lek, want die lagen zijn doorstoken. Met gevolg dat daar water nu wegzijgt. En hoe kun je nou een lekkage in een badkuip oplossen? Dat kun je op twee manieren doen. Je kunt ze dichtlassen in een badkuip. Maar dat valt niet mee in de Peel met waar veen gezeten heeft. Maar je kunt er ook water omheen zetten om tegendruk te organiseren. En dan moet je denken aan het aanleggen van kades, aan de randen van compartimenten, dus van deelgebiedjes. Er wordt op sommige plekken grond afgeplakt, slootjes worden gedempt, stuwtjes worden geplaatst om dat beheer te kunnen regelen. De uitvoering van het werk is begonnen. Er zijn jaren aan voorbereiding aan vooraf gegaan. De verandering vraagt veel van mensen die er direct mee te maken hebben. Maar door de aanleg en het herstel van het hoogveen in dit gebied zijn er ook ondernemers die juist kansen zien. De leefbaarheid van het gebied is natuurlijk heel belangrijk. Dus nieuwe economische motoren moeten erop gestart worden. En dat pikt men toch wel heel goed op. De provincie heeft belangen in het behalen van de natuurdoelen hier in de omgeving. En ja, het waterschap is goed in waterprojecten. Dus zodoende heeft het waterschap die opdracht gekregen van de provincie om het project uit te voeren. Ja, het voordeel van het waterschap als uitvoerende partij is natuurlijk dat wij hier in de omgeving altijd buren blijven. Als de machines eenmaal weg zijn, dan zullen wij er zeker voor zorgen dat wij de eerste 5 jaar sowieso met een team paraat staan om eventuele problemen op te lossen. Maar ook na die 5 jaar nazorgperiode blijven wij dus hier gewoon in de omgeving actief als waterschap. De komende maanden gaan we echt starten met het grondwerk. Dus dan gaan we met de graafmachine het gebied in, de auto's. We hebben een ecoloog die ons begeleidt bij de werkzaamheden. We hebben een natuurkalender, dus daarin staat wanneer we op welk moment het beste ergens kunnen werken. Dus daar houden we ons ook aan. Dat betekent dat we ook in het najaar in de Peel aan de gang gaan, omdat dat de meest geschikte periode is. En verder hebben we heel veel voorzieningen getroffen. Dus we hebben speciale machines met lage banddruk om in het gebied te kunnen werken. En we hebben kaartmateriaal op echt staat waar overal planten en diersoorten zitten die beschermd moeten worden. Maar dit is zo'n voorbeeldje zoals een gedeelte van het gebied aan de Mariapeel, dus aan de overzijde van de provinciegrens er al uitziet. En wat hier ook wellicht op een paar plaatsen kan komen. Dit is wellicht vroeger een veenput geweest waar men de turf heeft uitgehaald. In zo'n veenput kunnen we hoogveen gaan genereren als dat water op een bepaald niveau staat. En als dat op dat niveau ook blijft. Waterschap A en Maas werkt in dit project samen met de provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en de gemeente Deurne. Aannemer Wetering voert de werkzaamheden uit. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden en het aanmelden op de nieuwsbrief op www.anmaas.nl/leegveld of meld je aan voor de bouwapp Hoogveenherstel Leegveld.